Helemaal leuk jullie kijken naar een nieuwe video van mij, Fire No Way. We gaan vandaag verder met Watch Dogs. En ik word gelijk gebeld door Clara. I got your mouse. This call was made from an apartment in the loop. Finally. Just be careful, Aiden. The way he bounced the signal around, I think he wants you to find him. Well, I certainly don't want to disappoint him. Oké. We zijn op zoek naar iemand. En die probeert ervoor te zorgen dat wij hem makkelijker kunnen vinden. Omdat hij makkelijker zijn telefoon laat uitpeilen. En dat is natuurlijk een beetje verdacht. Maar wij zoeken hem. Dus het is eigenlijk alleen maar handig dat hij dat doet. En ik denk dat we wel genoeg gun skills hebben om dit probleem op te lossen. Eens even kijken. We gaan eens even kijken waar we heen moeten. We moeten naar de andere kant van de map. Hier is mijn waypoint. En de missie die ik nu ga doen heet bedankt voor de tip. Dus laten we ons waypoint maar zetten. En we gaan een stukje rijden. Misschien dan moet ik even een wat mooiere auto zoeken die wat sneller is. Maar die komen vanzelf wel tegen, neem ik aan. Ja. Ik ben afgelopen weekend in België geweest, zoals de meeste van jullie wel weten. In Antwerpen. Voor de gamebeurs Gameforce. En ik heb daar enorm naar mijn zin gehad. Ik heb daar gewerkt op de Destiny stand. Was hartstikke gezellig. Leuk team. En volgende week is First Look. Of nou ja, volgende week, deze week, aankomend weekend. En ik vraag me af, zijn er nog kijkers van mij die naar First Look komen? Kom dan even hoi zeggen als je me ziet. Ik sta weer op de Destiny stand en kom natuurlijk Destiny spelen, want we geven best wel vette shit weg. Dus even kijken, we gaan hier naar rechts. Ondertussen rijdt hier een geldbusje, laten we die maar niet aanrijden. Want ik denk dat ze dan best wel schrikken als ik dat doe. Helemaal omdat er meestal gewapende mensen in zitten. Lijkt me ook niet echt een goed idee om op de snelweg een geldbusje te rammen als je erin ziet rijden. Eens even kijken. We rijden hier over een prachtige brug. Hetgene wat ik in deze game nog steeds zo mooi vind zijn de vergezichten. Oftewel, je kan op een grote afstand de map al zien. De grote gebouwen. Het blijft allemaal scherp. Dus ik kan niet wachten tot de next gen versie uitkomt. Of ja, tegenwoordig is dat weer de current gen. Voor de Xbox One uitkomt. GTA 5. En dan komen er zeker weer veel video's aan, ook GTA 5 en waarschijnlijk ook multiplayer, want er gaan natuurlijk veel van mijn vrienden ook weer de multiplayer kopen. Ik hoop dat eindelijk de heist in de game gaan zitten. Daar wachten we ondertussen ook alweer een jaar over. Maar laten we niet al te veel over GTA 5 gaan lullen, want we spelen op dit moment Watch Dogs. Maar ja, ik moet het ergens over hebben als ik zo'n groot stuk moet rijden richting mijn checkpoint. Nou, we zijn er volgens mij bijna. 830 meter. En volgens mij is het nu alsmaar rechtdoor. Dus dan kunnen we lekker doorgassen. En ja. Dus even kijken. 500 meter nog. En dan ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren. Daar start mijn volgende missie. We zijn op zoek naar iemand. Die volgens mij een tijdje geleden mijn familie had bedreigd. Zijn telefoon hebben uitgepaald. En die gozer gaan we nu te grazen nemen. Zoiets was het. Eens even kijken. 83 meter. Ik vind deze auto toch niet mooi. Dus laten we deze auto lekker hier staan. En we lopen gewoon lekker richting ons objective waar we heen moeten. Dus even kijken. Ik heb hier een wapen. Ik moet niet met een wapen over straat gaan. Dan reageren ze waarschijnlijk een beetje boos. Zo, doe het wapen weg. Goed zo. Ik kan daar iemand hacken. Het staat er gehackt door een andere fixer. Ik weet niet, maar... Iemand heeft mijn rekening leeggetrokken. Wat? Ja, de bank wil het niet betalen. Omdat de opdracht van mijn telefoon werd verzonden. What the fuck? Ja, dat is een lastig verhaal, mevrouw. Maar ja, ik ga je niet helpen, want ik ben bezig met mijn eigen missie. We zijn hier in een donker steegje. En ik hou er al niet heel erg van als een missie start in een donker steegje. Maar we zullen het zien. Dus even kijken. Hoofdstuk 1. Bedankt voor de tip. So this guy threatens my family and wants to meet. He knew exactly how to get my attention. Okay. Fine. I'll take the bait. Inderdaad, het gaat inderdaad over die gozer die de familie bedreigde. Misschien kun je nog herinneren in een van mijn episodes. Ik ging langs bij mijn neefje volgens mij. En toen werd er een telefoontje gepleegd naar die mevrouw die daar was. En toen reageerden ze nogal angstig. Ze deden denk ik alle deuren dicht. Ze deden alles op slot.
En dat telefoongesprek hebben wij toen afgeluisterd. En toen kwamen we erachter dat ze inderdaad soort van bedreigd werd. Eens even kijken, we gaan hier naar boven. Ik weet niet wat hier allemaal gaat gebeuren, maar... ergens heb ik een best wel slecht voorgevoel hierbij. Ik zie allemaal kabeltjes lopen. Oftewel, dit stukje van de map is... best wel actief met hekdingetjes. Dus ik denk dat hier veel gaat gebeuren straks. Nou ja, laten we eens even kijken. Ik moet mijn profiler activeren. Om... hier het signaal vast te stellen waar... volgens mij de telefoon... calls vandaan komen. C2S-kastjes geactiveerd. 0 van de 2. Zo te zien moet ik 2 C2S-dingen activeren. Nou ja, volgens mij is dat niet al te moeilijk. Dus laten we kijken waar die lijntjes heen gaan. Eens even kijken. Er zit er één hier lopen. Die loopt daarheen. Die loopt daarheen. Ik denk dat we dit moeten gaan doen via de camera's. Want ik kan niet daarnet om het hoekje kijken. Dus als ik met deze camera die camera hack, dan kan ik weer wat verder kijken. Nu hoopte ik dat daar ergens iets hing. Waardoor ik een beter overzicht heb. Misschien kan ik met deze camera beter de gang in kijken. Ik zie nu net kabeltje die kant op lopen. Misschien moet ik zelf ook die kant op lopen. Ik weet het niet. Er staat in ieder geval hier activeer. Dus laten we gewoon maar... gaan activeren als dat zo makkelijk is als dat het lijkt. Geef toegang, maar... ik kan hem niet activeren hier volgens mij. Er zit niet in een of ander knopje van... hey bam, activeer. Dus we gaan kijken... waar dat ding heen loopt. We zien daar het draadje. Hij loopt hier het hoekje om. En... dan gaat hij daar naar boven. Volgens mij moet ik daarheen. Ik zie hier een leuke lift. De lift kunnen we op deze manier naar beneden laten gaan. Maar... komen we dan in de buurt. Er staat in ieder geval openmaken. Dus op een grote afstand kon ik op deze manier dat kastje activeren. Nou is de vraag, waar is de andere? Nou ja, ik zie de kabel al lopen. Die gaat daar naar boven. Maar kunnen we daar wel komen en zo niet? Dan hebben we daar vast wel een camera voor. Die daar een beter kijkje kan nemen. Yep, there we go. Oké. Okay. We krijgen toegang... tot het netwerk van het gebouw of zoiets zonder. Ik kan hier wel omhoog, denk ik. Klim omhoog. There we go. En waarschijnlijk kunnen we nu wel... daar... het kastje hacken. Zo te zien wel. Ja, er staat nu een X bij, dus dat is een goed teken. Nou ja, nu is er in ieder geval heel veel... high-tech shizzle. Oh, nou moeten we weer een puzzel oplossen. De puzzels waar ik echt een hekel aan heb. Dus even kijken. We zetten deze zo. Dan kunnen we deze openen. Waarmee we... die kunnen we ook zo doen. En als ik dan dit doe... dan is het niet goed. Ik moet dit doen om deze te kunnen openen. Dan kan ik die zien te draaien. En dan kan ik deze zo zetten. En dan is die gehackt. There we go. Dan krijgen we een wat ingewikkeldere puzzel. Op het moment dat ik er één draai, gaat de tijd volgens mij lopen. Dus laten we goed kijken. Waar is het beginpunt? En waar is het eindpunt? Oké, dus stroom komt hier uit. Dus deze draaien we maar. Er loopt geen timer zo te zien. Nou, dat scheelt. Nou, laten we die in ieder geval maar zo staan. Misschien als we deze ook een stroompje geven. Op deze manier kunnen we in ieder geval dit slotje eraf halen. There we go. Kunnen we die rechtdoor zetten. En dan kan ik deze zo zetten. Dan kan ik waarschijnlijk deze zo draaien. Yep. Zo. En dan kunnen we die draaien. En dan zorgen we dat het laatste slotje stroom heeft. There we go. En dan zijn we binnen. Bellwether. Bellwether. Staat er in ieder geval een of andere tekst op de muur geschreven? Lijkt op een ingewikkelde berekening van iets. Maar het lijkt een beetje verlaten. In ieder geval dat alles is meegenomen wat belangrijk was. Maar er staat nog een laptop. Dus we hacken deze laptop. Waardoor we door de webcam kunnen kijken naar een televisie. iServer 2. Ik heb ook geleden. Oké, okay, hack de telefoon. I knew you'd find me. You always were one for a mystery. How are you, Aiden? Damien Branks. Branks. The hell is he doing? I hope you don't mind the games. Wanted to see if you'd lost your edge. We need to talk.
And you'll want to be quick. Breaking in like you did tripped an alarm. This isn't what I had planned for us. But we're about to be interrupted. Come find me. I'll pick someplace nice. Why would he harass my sister? We haven't spoken since the Merlot. Run. Better run. Okay, ik denk dat we nu een probleem gaan hebben. Oh shit, ik zie daar een sniper lopen. Oké, ik denk dat nu de shit echt gaat beginnen. Er komt een auto aan, rijdt dwars door de hekken. Ik zie laserstralen. Ik zie een auto. Ik heb een slecht voorgevoel. Ik denk dat we eerst maar onze hackskills maar moeten gaan uitproberen. Ze lopen hier rond. Ik zit te kijken, kan ik iets opblazen? Zit daar wel iets wat ik kan opblazen, maar... Ik kan hem net niet raken, volgens mij. In ieder geval, als ik dat ding wil hacken, zit net achter die paal. Oh shit! Er staan gewoon gasten naast me hier. Dat zag ik niet aankomen. Natuurlijk gelijk weer dekking zoeken. Ik heb een sniper. Ik heb allemaal lasers op mijn hoofd, dat is voor mij een heel slecht teken. Oké, ik leef nog. Ik denk niet dat het veel scheelde, maar ik leef nog. We redden hierheen, we zoeken hier dekking. Oké, hoe gaan we dit oplossen? Ik denk dat we eerst de snipers moeten gaan uitschakelen. Want die zijn nogal irritant. Even kijken wat voor wapens ik allemaal heb. We hebben niet echt wapens voor een hele lange afstand, maar we kunnen het gaan proberen. Een machinepistool. Zou dat ver genoeg zijn? Dat is de vraag. Nou, slow motion. Het was wel lastig. Maar hij is dood. We hebben nog een sniper. Die staat daarboven. Uitgeschakeld. Voor mij staat er iets naast me. Of in ieder geval iets wat er boven probeert te komen. Ik zie in ieder geval veel gaan slow. Ik zie hier ook barrels voor mijn neus staan. En die kunnen waarschijnlijk ontploffen. Dus laat ik daar mijn afstand van nemen. Oké, ze zijn in ieder geval kapot. Dan kan ik in ieder geval weer veilig hier achter zitten. Maar... Goed opletten dat er nu in één keer weer een sniper komt. Ik zie er weer één de trap op lopen. Ze klimmen zelfs omhoog. Ze zijn in ieder geval wel levensmoe die doet. Oké, zit er één verstopt. Ik hoop dat hij tevoorschijn komt. There we go. Uitgeschakeld. Zetten daar ook nog even een shotgun of wat het ook is. Ook uitgeschakeld. Oké, we gaan weer even dekking zoeken. Ik word nog steeds beschoten van ergens. Maar van waar? Waar zit die dude? Ik weet het niet. Ik ben blind, maar... Waar zit hij nog ergens achter? Ik heb in ieder geval een shotgun nieuw erbij. Altijd fijn nieuw wapen aan mijn collectie. Ik denk dat we naar beneden gaan. Ik zie daar één, van mij is hij dood. Gevaar is uitgeschakeld. Dat betekent dat ik iedereen waarschijnlijk hier heb vermoord. Alright, Damien. Oké, Damien. We hebben weer een soort van cutscene, ik ben benieuwd. Locatie. Getraceerde oproep. Ik neem aan dat het de plek is waar we nu heen moeten, inderdaad. Laten we meneer Damien maar eens een bezoekje gaan brengen. Oh shit, daar gaat hij iets ontploffen, denk ik. Oh. Dat was helaas wel mijn auto. Of de auto die ik eigenlijk wel even graag had willen meenemen. Maar laten we de machine gun even wegdoen. Want als mensen me zien lopen hier met een gun in mijn hand. Dan trekt dat toch een beetje. Een. Terwijl dan trekt dat waarschijnlijk scheve gezichten. En ik neem aan dat ze dan de politie bellen. Eens even kijken, we kunnen in deze auto. Hallo. Sorry, maar ik heb uw auto even nodig. U krijgt hem straks terug. Ik probeer hem heel te houden. Ook al zijn mijn drijfskills niet al te best. We gaan richting mijn objective. Mijn objective is hier in de buurt, dus... We zijn er als het goed is elk moment. En dan heeft meneer Damien toch echt wel een probleem. Oh, de remweg is best lang met deze auto. Dus ik had bijna deze mooie auto aangereden. Volgens mij is meneer Damien hier ergens in het park. Nou ja, deze auto is toch niet van mij, dus we kunnen wel hier zo het park in rijden. There we go. Nee, ik hoef nog geen dekking te zoeken, Aiden. Ga maar gewoon normaal lopen. Zolang het kan. Wow. Alleen nog een vaag beeld. Ik weet niet.
Is dat Damien? Are you a clever boy? Drinks on me. Damien. Hij is volgens mij een beetje aangeschoten. Me, miss me? You had that punk call my sister. Why am I here, Damien? Okay, there we go. My God, don't you ever loosen up? I want my partner back. Me at the computer, you in the field doing the manly work. I'm here to help you. We both want the same things. Answers. Who attacked us? And I happen to know that you've hit a wall. Yeah, I figured. So, I come bearing glad tidings. Okay, okay. The Merlot. The Merlot? Mm-hmm. The Merlot was your fuck-up. Bullshit. You bailed on a perfectly good scheme. No one would have found out if you had just stood by me. A 6-year-old girl. My niece died because you went too far. Oh, you're adorable. Blaming your family problems on me? Damien crossed the line, he made the Batman angry. What about me? What about you? Denk dat Aiden wel boos gaat worden, hè? He made me a cripple! He took everything from me! Don't you see? That's what binds us together. You got nothing I need. Ik vind hem maar een beetje een vaag persoon die doet. There was a second hacker. Okay. I know how to find him. And that may be, Damien. But you can't do it on your own. You need me. Your big problem is... I don't need you. Don't walk away. This is a lead. Dat is pijnlijk. Thanks for the tip. Ja, dan... ben je een beetje genaaid. Nou, succes met je been. Oké, wij gaan verder. Ik denk dat we het vanzelf gaan zelf al gaan oplossen. Tommy had a ferret out weak code and exploit it. And I taught him how to do the same without a computer. People can be more vulnerable than their systems. We were a strong team. After Lena, I was done with him. And waste time thinking about him. And now he's creeping back in. I need to know what he's got on the Merlot. Okay, we gaan weer verder. Ik vraag me af, was Damien? Waarom die nou eigenlijk om mij liet schieten en dergelijke? Of was hij dat niet? Ik snap het allemaal niet meer. Even kijken. Ik heb een vaardigheidspunt verdiend. Laten we die snel in gaan zetten. Ik heb er zelfs 7. Dus wat gaan we ermee doen? Gevechten, hacken. Ik denk dat ik het in mijn gevechten ga zetten. Ik moet eerst... Kogelweerstand lijkt me handig. Zorg ervoor dat ik in ieder geval iets minder damage krijg. Explosieven maakt me even niet uit. Sneller switchen van wapens. Ja, nu even nog niet. Wat is dit gevechten? Focusduur. Shadow sprint. Verbeter de focus. Ik zeg let's go. En die andere ook. Dus dan hebben we geen plinten meer over. En... laten we deze auto maar instappen. Dat is in ieder geval de belangrijkste die ik aan het begin heb geunlocked. Is dat auto-alarmen niet afgaan. Op het moment dat je een auto jat. Zodat de politie niet gelijk achter je aankomt. Misdaad waargenomen. Nee, ik ga gewoon verder met de storyline. Want anders hebben we niet zo heel erg veel gedaan in deze video. En ik wil wel jullie natuurlijk wel laten zien. Verhaal. Ik moet naar de andere kant van de map weer. Dat is wel een stukje rijden. Nou, gelukkig heb ik nu een mooie auto. Dus even kijken hoe ver is het eigenlijk waar ik heen moet. 2600 meter ongeveer. Dat is best wel een stukje. Dus laten we gelijk maar snel gaan rijden. En... eens kijken hoe lang we erover doen. Want Aiden heeft niet de hulp nodig van meneer Damien. Nou, ik versnel het even en dan ben ik zo weer terug. Oké, we zijn er bijna. En daar reed ik iemand aan, jongens. Jullie moeten niet op mijn weg gaan lopen. Oké, there we go. Nog zo'n 80 meter. Oké, nee, het lijkt me niet echt heel handig om met de auto de begraafplaats op te rijden. En hier zit een herinnering. En ik heb ergens het gevoel dat dit de begraafplaats is waar mijn nichtje ligt.
En dit kan nog best wel een triest stukje worden. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er met haar is gebeurd. Ze is omgekomen in een auto-ongeluk. Waar er eigenlijk op Eden werd gehunt. Nou, we gaan zien wat er gaat gebeuren nu. We zien daar... Maar was dat zijn zus op de grond zitten. In de regen. Do you know who keeps leaving the flowers? No. But that girl has a lot of friends. Had. This is about letting go. I know. We've all suffered a horrible nightmare, but you have to stop trying to fix it. I'm not trying to fix anything. Aiden, I know what you're doing. I know you're chasing after the people that did this. And you do that, you put us all in danger again. You are not in danger, because I protect you. Do you hear yourself? Aiden, why can't you stop? Because... I need to know. You are my brother, and I love you. But Jackson is my world, and I will keep you away in a second before I let him get hurt. Promise me you will stop. You can't save Lena. I killed her. No, you didn't. I don't blame you. But promise me you will stop. We need this. As a family. I promise. Hij belooft het, maar ik denk dat hij er inderdaad wel achteraan blijft gaan. Misschien heeft ze gelijk. Lena is dead. I can't change that. Lena is dood en ik kan niks veranderen. How do I just walk away? Nee, ik begrijp Eden wel. Hij wil natuurlijk gewoon die daders pakken. Er is een probleem. Survivor? How did that happen? I'm guessing he didn't die. Now, relax, I got a plan. Meet me at Gorman Heights on the rooftop. Oké. Dat is apart. Iemand uit het stadion. Stadion was de eerste missie die ik speelde. Die kan mij nog herkennen. Oh, god, verkeerde knopje. Oké, there we go. En dat is niet zo heel mooi. Maar dan zou die kunnen zorgen dat ik natuurlijk in de cel beland. Want ik heb daar een aantal mensen, nou ja, een soort van vermoord. En we gaan het probleem even oplossen op de ene stijl. Sorry meneer. Oké, let's go. Oh ja, kut, ik zou mijn reputatie proberen normaal te houden in deze singleplayer. Maar soms gaat dat niet zo makkelijk als ik eigenlijk hoop. Dus oké, we gaan de lijn weer volgen. We gaan richting ons objective. En dat is dan gelijk de laatste missie van vandaag. Oh, wel natuurlijk. Oh, oeps. Sorry. Oké, dat was niet zo handig. Even een beetje opletten hoe ik rij. Oké, there we go. We gaan met de bocht mee naar links. En versnel ik dit stukje weer even, want de rijstukken zijn niet zo heel interessant. Dan ben ik zo bij jullie terug. Oké, we zijn er bijna. Ik ben weer terug. Ik begin me wel langzamerhand een beetje af te vragen waar Eden zijn rijbewijs heeft gehaald. Want zo best rijdt hij namelijk niet. Maar oké, we zijn hier bijna. Hier aan de rechterkant is ons objective. En dan gaan we eens even kijken wie mij nou herkent van het stadion. En ik weet niet wat we met diegene gaan doen, maar ik denk dat zijn dag er niet zo goed uit gaat zien. Eens even kijken. We hebben hier een missie. Die heet geen pizza bezorger. Dus laten we deze missie snel starten.
En we drukken op I om de missie te starten. There we go. En we zullen zien wat er gaat gebeuren. Jordy can be a pain to work with. He's the devil I know. Things were different. I might be hunting him down. Or vice versa. But if he says we got a problem, I need to take it as a massive understatement. Can't let the survivor ID me. Everything's gonna spiral out of control. Okay. Laten we maar eens even hier naar boven klimmen. Ik hou mijn shotgun alvast in de hand. Dan weet je natuurlijk niet wat hier boven mij te wachten staat. We klimmen hier omhoog. En we klimmen hier ook omhoog. En we klimmen hier ook omhoog. En dan gaan we eens even kijken wat hier aan de hand is. Ik zie daar van mij al iemand door de muur heen die vastgebonden is. Het zijn twee mensen die vastgebonden zijn. Hi. En we hebben onze vriend. Oh fuck. Jordy, who are they? Wie zijn dat? Well, they live here. What happened? Well, security in these buildings is pretty tight. So people like this feel nice and secure living way up here. I mean, these people just had a simple chain lock on their door. I guess they want to have a good look at the pizza guy before they open it all the way. All right, fine, sure. So about this problem. Well, that's why I brought the bolt cutters. He opens the door this much, there's a chain right there. I slip him in and snip, and guess what? It's not the pizza guy. Jordy, the problem, let's deal with it. We are dealing with it. We're in the midst of solutions here, Pierce. You don't appreciate what I do for you. You don't realize how much I take care of you, do you? Really? Yeah. Well, do me a favor. Let's get on with it. How much time do we have? Well, as much as we need. Oh, you remember the stiff from the stadium? He's not so stiff anymore. The cops got him in Chicago lockup, and oh, he's about to walk into an interrogation and point a finger right at you. You are screwed, Aiden. How did that happen? Kick me when I'm down. Look at the view. See there? Call went out this morning. Somebody is paying buku bucks to grab this clown and make him talk. And one of those guys is running the assignment. Well, it seems like me and him need to have a little chat. Yeah, but this time, don't do that empty gun thing. Poor Maurice pissed himself after your last show. Don't worry about my methods. You know how to use that thing? Just get your ass down there, I got you covered. And don't kill the boss this time. You kinda need him. You think? Okay. Infiltreer in het rangeerterrein. Dat is een terrein waar meestal treinen en dergelijke staan. Of, nou ja, waar goederen worden opgeladen in treinen en dergelijke. Dus, oh, ik zie al echt iets heel vet. Ik zie namelijk op de map nu al een groot rood vierkant. How should I know what you want? Met enemies? Not big on empathy, are you? Not particularly. What's up with this fixer contract? What are they looking for? You? Somebody wants to vigilante big time. They're about to fake a prisoner transfer to bust out the one witness who can ID you. I've never seen them gather up this kind of manpower, though. They know I'll try and stop them. Listen, the witness knows my face. If the fixers reach him, if my name gets out there, they'll come after my family. The F-word. You're too sentimental, Pierce. That's a weakness. Somebody's gonna play that against you someday. I'll cover you where I can, but I can't see everybody. Alright, let's do this. Okay, we gaan er tegenaan. Dus even kijken, dit is de Hartbrook Yard. Private property. Interesting. Nou, laten we hier maar gewoon eens eventjes heen gaan. Eens even kijken hoe we dit probleem gaan oplossen. Als eerst wil ik eens even kijken wat voor wapens ik allemaal in mijn arsenaal heb. En volgens mij heb ik nog niet heel erg veel met de silencer op mijn pistool na. Dus dan gaan we in ieder geval beginnen op de stille manier. Om ervoor te zorgen dat er niet al te veel problemen komen. Er ligt hier een telefoontje waar ik ze mee kan afleiden, maar dat lukt natuurlijk niet. Ik kan de camera even gebruiken om een beetje rond te kijken of iemand hier onder de trap zit te wachten. Nou, dat valt mee. Ik zie wel een aantal guards staan. En die kunnen we misschien wel eens lastig gaan maken. Er rijdt zelfs een trein daarboven langs. Oké, super vet allemaal. Ik zie hier nog een camera. Met deze camera kunnen we een andere camera hacken. Goed rondkijken. Nou ja, voor mij zijn er in ieder geval heel erg veel guards. Waar ik goed op moet gaan letten. Maar we gaan ze wel één van één uitschakelen.
Laten we gelijk eens ontploffen. Misschien dat mensen daardoor een beetje afgeleid worden. Dan kan ik misschien veilig nu naar beneden lopen. Ik denk het wel. There we go. Je betreedt verboden terrein. Nou, dat hak enigszins al een beetje door. Nou ja, eens even kijken. Ik hoor ik jou iets schieten? Voor mij. Oh, dat is een sniper. Hij ligt daar natuurlijk aan de overkant te schieten. En achter deze vork even terug zitten de eerste twee enemies. Die moeten simpel uitschakelen zijn met een headshot. There we go. Slow motion en bam, headshot. Oh, hij reageert ook. En ik wil natuurlijk niet dat hij schiet, want dan hoort iedereen dat. Is he a friend? I don't really have friends. Duncan might be a B name. You have no idea who he is. Oh, no, guess not. I'm taking him out. Oké, nou ja, dat gaat wel makkelijk op deze manier. Zolang hij met die sniper iedereen neer blijft schieten, hij ligt daar ergens aan de overkant. Op een balkon. Hij speelde de pizza guy om binnen te komen. What? That was his name, Douglas. Oh, shit. Too late. You shot him. I couldn't remember his name. That sucks. I like that guy. Had a lot of rabbi jokes. Fuck me if I can remember a single one of them. Do you think you could enjoy yourself a little less? Choose a job you love, and you never have to work a day in your life. Oké, nou ja. Hou maar even op met telefoneren. Laat het mij maar even helpen. Oké, we gaan eens even kijken waar dit kabeltje heen loopt. Want dan kunnen we die deur openen. Volg hem. Ik zie hier iets. Hij staat er openmaken. Volgens mij heb ik nu de deur geopend. Ja, yeah, there we go. Er zijn in ieder geval nog veel guards op dit terrein. Er zal wel iets belangrijks hier zijn. Nou, we gaan hier naar binnen. Hopelijk staan ze hier maar niet op te wachten. Ga je gang. Ik heb iemand neergeschoten zo te zien en probeert zijn pistool te pakken, maar dat gaat hem niet lukken. Stop. Who's assigned to the prison job? What? Man, I don't know what you're talking about. Lance Brenner. As a family. Oeh, hij doet het wel gelijk pittig. I'm asking how your family is. Looks like you got two lives going at once. Family man. Yeah, the kids are gonna be in college soon. It's pricey for a union rep. Fuck you. Yeah, and there's also the second life. Ghost accounts with a lot of money in them. Hey. Do you know that your name is tied to a whole bunch of cold cases? Okay, ja, nu heeft hij door dat het niet zo best gaat. Cops would love a chat. Okay, hold on. You want a piece of the cash? I can cut you in. You're wasting my time. All right, all right! Fuck. Prison job. It's Angelo Tucci. He's running a convoy. It's too late. You'll never find him. Who says I want him? Bet he's got a family in town. Why do you want his family? The fuck is wrong with you? I wouldn't know where to begin. Okay. Wake up, there's more fixers incoming. Oh shit. Remember Kinderhook? Shit. Er komt gewoon een helikopter aan. We hebben in ieder geval een nieuwe gun erbij. Een helikopter vind ik nou niet zo super chill. De vijanden achtervolgen je. En zo te zien zit het terrein helemaal vol met enemies. Dus de stille manier heeft volgens mij niet zo heel erg veel nut meer. Ik denk dat we gewoon alles aan moeten doen nu om überhaupt nog levend hier weg te zien te komen. We gaan gewoon gelijk voor de headshot, there we go. Probeer een uitgang te zoeken. Ik word in ieder geval beschoten van de overkant. Kijk, heb ik nog een granaatje ergens? Nog niet. We gaan in ieder geval uitschakelen met een headshot, there we go. Maar zit hier wel ergens een trap, en dat hoop ik in ieder geval. Anders loop ik mezelf nu echt in de weg. In de val bedoel ik. Even kijken. Ik zie hier twee enemies. Gaan we voor een dubbele headshot. De slow motion is er van uit. Dan wordt in ieder geval iets minder makkelijk mikken. Maar we moeten hier zien weg te komen. Shit, ik heb een reload. Oh ja, yeah, there we go.
Nee! Ik ben in mijn rug geschoten. En ik ben gedood. We gaan het gewoon nog een keer proberen. Zo moeilijk moet het niet zijn. Maar ik word wel achtervolgd door een fucking helikopter, dus... Voor mij zijn ze erg naar mij op zoek. Nou, ik word natuurlijk weer gebeld met dat het helemaal fout gaat. Nou, dat weet ik inmiddels wel. Misschien kunnen we via de andere kant proberen te ontsnappen. Oh, there we go, daar is de helikopter. Ik weet bijna zeker dat daar aan die kant wel een uitgang moet zijn. Ook zie je ook een voorkeftruc. De vraag is, zou ik met deze voorkeftruc ook kunnen ontsnappen via daarboven? Misschien wel. Maar daar is nu ietsjes te druk voor, geloof ik. Als ik ervoor zorg dat hij niet op me kan schieten, dan... moet dat ook goed zijn. Er wordt in ieder geval weer van achter mij geschoten. Ik heb weer een reload. Nou, we gaan toch maar even deze kant op. Ik weet gewoon dat er een uitgang is. Hierheen. Misschien moet ik dat voorzichtiger aanpakken. Dus kom in ieder geval nu mijn kant op. There you go. Doe ik die schijf. Deze springt op een muurtje om dekking te zoeken. Lijkt op Special Forces wel. Oh shit, ik word nu ook beschoten vanaf die kant. Ik zit nergens veilig. Oké, dan gaan we toch maar even proberen te ontsnappen op een andere manier. Toch maar een beetje rennen. There we go, toch koffer zoeken weer. Is hier een trap omhoog? Ik hoop het. Oké, we hebben hier in ieder geval een trap omhoog, dus misschien kunnen we ontsnappen. Ik zie er heel veel rode stipjes op de map. Die achter mij aanzitten. Dus laten we ervoor zorgen dat ik zo snel mogelijk een auto kan vinden. Oké, nou, ga jij maar aan de gang. Met je sniper. Oh shit, ik weet niet wat het is, maar volgens mij hebben ze guns. Oh shit, ik dacht al, een hele mooie auto. Die kan wel heel netjes aanrijden voor mij, maar... ze blijken er gasten in te zitten die mij ook proberen te pakken. Nou ja, laten we de brug alvast hacken. Mochten er nog auto's achter me aankomen, we hebben alleen nog een helikopter achter me aan. Een helikopter met een sniper zelfs. En dan komen er nog meer auto's aan, zo te zien. Dus we gaan er alles aan doen om te proberen te ontsnappen. Alleen ze rijden me ook aan alle kanten tegemoet. Dan moet ik er alleen voor zorgen dat ik niet zelf in een auto-ongeluk terechtkom. Ik zie weer een sniper ding op mij gericht, dus ik weet niet wat die helikopter precies allemaal wil doen. Hij vliegt er vooruit. Ik zie veel rode stipjes die moet proberen te zien om zien te ontwijken. Dus laten we gewoon keren. Dood alle fixers of ontsnap. Ik zie hier in ieder geval een blokkering die ik omhoog kan laten komen. Hij is omhoog. Hopelijk heb ik ze lang genoeg gestopt. Ik heb ze heel even gestopt, zodat ze rijden weer terug. Maar ik ben gecrashed. Ondertussen heb ik nog steeds die stomme helikopter achter me aan. En ik vraag me een beetje hoe kan ik die uitschakelen. De helikopter buigt in ieder geval af. Voor mij rijd ik te snel. Voor mij begint hij me kwijt te raken. Ik heb nog een blokkering. Laten we hem vast omhoog doen. Zelfs nog een blokkering. Laten we die ook omhoog doen. Ik zie in ieder geval de grijze cirkel tevoorschijn komen. En dat betekent meestal dat ik ze elk moment kwijt ben. Nou ja, behalve natuurlijk als ze hier in de straat rijden en ze op dit moment beginnen ze me te zien. En dat betekent dat ik weer helemaal terug ben. De brug staat omhoog. Ik kan de jump net maken. Misschien heb ik ze op deze manier tijdelijk even kunnen afschudden. Alleen... voor mij loopt deze weg elk moment dood. Of het is in ieder geval heel donker. Yep, hij loopt dood. Zo donker zelfs dat ik niet eens kon zien dat het einde van de weg was. We gaan weer terug. En ik zie dat de enemies mij ook weer... de fixers mij ook weer echt... heel dichtbij zijn. De helikopter loopt nog steeds om mij te richten met de sniper. We proberen die auto even van de weg af te duwen of iets. Maar we moeten zien ze kwijt te raken. De weg die ik nu rijd loopt ook dood. We moeten proberen van het eiland af te zien komen. Voordat het te laat is. Er komt een auto mij tegemoet rijden. We moeten echt dingen zoeken die we kunnen hacken waardoor ze niet naar de overkant kunnen. Zoals deze brug bijvoorbeeld. Moet alleen niet deze brug worden afgeblokt door een stomme auto waar ik net tegen aangeramd ben. Ik hoop dat ik zelf nog de brug omhoog kan rijden. There we go. Ik weet alleen niet of die auto's dat ook achter mij aan gaan doen.
Lijkt erop dat ik ze nu tijdelijk kwijt ben. De helikopter zit nog wel achter me aan, maar ik rijd onder een brug. Misschien dat de helikopter mij nu niet kan zien. De auto begint ondertussen te roken. Ik zie de grijze cirkel. Het lijkt erop dat ik ze elk moment kan ontsnappen. Het lijkt erop dat ik een ontsnapping heb. Succesvolle ontsnapping. Ik ben de fixers kwijt. En ik heb de missie verbracht. Laten we deze auto zo snel mogelijk dumpen, want deze is toch kapot. Zeg maar netjes geparkeerd. En dan kunnen we nu verder met de singleplayer. Ik word elk moment gebeld. Hey Clara! Ja, some bad history there. Listen, I need to find someone else. This time I have a name, Helena Tucci. She's related to a guy I'm after. Does she live in Chicago? Yeah, I need a location right now. Got her. Wow, she's got a serious digital footprint. Okay, this morning she posted about a meeting today outside the Willis Tower. All right, I'll call you when I'm there. I may need more help. We gaan naar de Willis Tower. In ieder geval, dit is wat ik in deze video ga doen. Iedereen bedankt voor het kijken. En vergeet niet deze video te liken, te subscriben als je nog niet gesubscribed bent. En tot de volgende keer maar weer. Laters.